workouts. We gaan het hele lichaam trainen. Zowel op kracht, op verbranding, als op conditie. Wat gaan we doen? We hebben in totaal 12 oefeningen. Die 12 oefeningen doen we 50 seconden. En tussendoor heb je 10 seconden rust. Actieve rust, want daarna ga je gelijk in 10 seconden al of de oefening klaarzetten of je spullen pakken. Wat heb je nodig? Een matje voor de buikspieroefeningen, een stoel voor dippen en voor de push-ups en één groot gewicht of twee losse kleinere gewichten voor wat andere krachtoefeningen. Elke oefening duurt tot 50 seconden en dan heb je 10 seconden tussendoor even rustig om snel te drinken of snel in te stellen voor de tweede ronde. Oké, gaan we beginnen. Ik ga de timer aanzetten, de eerste 15 seconden. Zal ik de eerste oefening uitleggen? En dan gaan we snel beginnen. Succes! Oké, we gaan dan beginnen met squat. Voeten, zet je heupbreedte. Over 9 seconden gaan we beginnen. Let op dat je heupen goed naar achter duwt en de handen gaan op schouderhoogte. Begin in 3, 2, 1, gaan we. Normale squat. Heupen naar achter, recht terug. Doe 50 seconden. Begin met de benen. Doe 30 seconden. Tot 3, 2, 1,
Oké, we gaan naar de Jesus dip. Gaan we richting de stoel. Pak hem vast. Ellebogen smal. Hoe verder je voet, hoe zwaarder je wordt. Zak naar beneden. Doe jezelf wel. Zak naar beneden. Ellebogen wijzen naar binnen. De achterkant van de armen. Triceps. Je hebt het zwaar, zet je voet wat dichterbij. Dat geldt ook voor als het te makkelijk is. En dan zet je voet wat verder weg. Het helpt dat je stoel niet wegglijdt, anders zit je op de grond. Laatste 10 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. Oké, dan gaan we naar de monkey climbers. Handen op de grond. Stoel een beetje opzij. Handen recht onder je schouders. 3, 2, 1. Knie. 1 voor 1 intrekken. We zijn de helft. Tempo gaat iets omhoog. Hartslag mag weer omhoog, hè? Hou vol. De laatste 15 seconden. De laatste 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké, dan gaan we naar de kuiten. Pak weer eens toe van de tafel. Ga lekker op de tenen staan en weer terugzakken. Maar raak de grond niet aan met de hielen. Ben je thuis bezig en je denkt die is te makkelijk? Dan ga je één ding verder. Met er wel de tijd in de gaten. Dat je op de helft wisselt van kant. Je hebt één been en nu is het al. De laatste 15 seconden. Kom zo hoog mogelijk naar boven. 3. Oké, dan gaan we naar de schouders. Pak een gewicht. 1. Of 2. Begin de borst bij je hoogte. Dan gaan we recht omhoog doen. Pak een paar boeken. Een tas met een paar boeken erin. En je sporttas. Hou vol. Terugzakken naar de kin. En weer recht omhoog. We zijn op de helft. Vijftien seconden. Met de vier. Oké. Okay. En de hart weer verhogen. Handen recht onder je schouder. Spring direct naar buiten en naar binnen. 3, 2, 1, bouwen. Blijf in die plakpositie. Dus spring naar buiten en terug. Moet je buikspieren aanspannen. 35 te gaan. Laatste 20. Kom, laatste 10, hou vol.
Oké, dan gaan we naar de buik. Kom liggen op de rug. Hij begint de crunch. Handen naast het hoofd. Crunches. Schouderbladen recht omhoog liften. Handen naast het hoofd. Ga niet aan de nek trekken. Hou je handen naast je hoofd. Ga ze slaan. Bij 30 te gaan. Laatste 15 seconden. Kom, laatste 5. Alright, perfect. Hè? Knieën nu 90 graden. Handen blijven naast je hoofd. Het bovenlichaam gaan we indraaien. En de benen gaan we 1 voor 1 strekken. Gaan, durf. Dus tegenovergesteld ga je indraaien. De schuine en de lage buikspieren. Op allerlaatste 13 seconden. Alright. Hey, dat was het weer. Deel 1 van je full body workout. Binnenkort volgt deel 2. We gaan de oefeningen iets uitgebreider maken, iets zwaarder maken. Dus succes met deel 1. Ik zie je snel weer terug bij deel 2. Fijne dag.